Het is ijskoud. Maar wij gaan samen een video opnemen. We hebben eten gehaald. Een beetje video. Oh, het is een beetje koud. Ja. Pas bij de dag. Oh, hier is die bucket. We hebben... Hoe heet deze bucket? Een boneless bucket. We hebben allebei van die popcornstukjes. Bakje. Allebei frietjes en dan nog een box om te delen. Een mayo. En we hebben dus al een keertje zo'n vragensticker geplaatst. Die is trouwens Sam. Ja. Ik zit al heel leuk te praten, maar ik denk dat mensen het wel. Ja, ik wil dat ze me kennen. Ik ging kijken naar die vragensticker. Doe op die box plakken anders. Nou, ik wacht. Als je deze twee telefoons hebt. Ik ging kijken naar die oude vragensticker. Ja. Weet je van wanneer die was? Vorig jaar. Nee, ja, niet zo overdrijven. Februari. Sowieso eerst eventjes... Dat is mij. Mm. Oh. Sam en ik schelen hoeveel? 4,5? Jij bent 18 en ik 22. Ja, 4,5. 4,5 jaar schelen we. Wat vinden jullie het lelijkst aan elkaar? Lelijk? Ja, die neus, maar die is anders. Die is veranderd. Die kan, nou, dat kan je niet meer zeggen. Nee. Ook bij jou is chique, ja. Dat is niet lelijk. En normaal is het normaal, die heb je nu sowieso eraf gehad voor de video. Nee. Ik ging gisteren uit, dus. Oké, maar ik vind jouw chique het lelijkste. Oké, mag. Ja, dat is wel aardig, want dat is iets wat eraf kan. Ik zag zeg maar niet iets over. Ja, iets wat ik aan jou lelijk vond, heb je al veranderd, dus Oké, dus verder vind je niks lelijk. Jawel. Even denken. En ik vind je tato lelijk. Pardon. Want? Omdat je hem te groot vindt, hoor? Ja, ik vind hem veel te groot. Oh. Ik vind die mayo niet lekker. Ik wel. Geen maar mij. Nee. Ik wil iets hebben om in te dippen. Maar ik vind hem dus te groot. Ja, ik vind hem, als hij wat kleiner was geweest, had ik hem mooier gevonden. En als ik die sleeve ga zetten, dat is toch ook groot? Ja, maar een sleeve is, zeg maar, op je dat arm. Hoort groot. Dat hoort heel je arm. Dit had ook klein subtiel gekund. Een sleeve kan niet echt klein en subtiel. Ja. Voor hoe? Ik ga voor, of iets voeten of zo, weet ik veel. Ja, wat zijn jullie grootste irritaties aan elkaar? Begin je gelijk lekker negatief. Ja. Nou, nu heb ik niet echt meer irritatie aan jou, maar vroeger vond ik jou wel echt scheidvervelend als je zo snel boos werd. Ja, maar andersom precies hetzelfde. Jij bent ook boos om niks. Ja, dan kon je altijd wel lekker ruzie maken. Ja. Maar nu niet meer. Wat elkaar bijna nooit zien. Ja, maar ook, je wordt ook ouder, dus dat is ook anders. Vertellen jullie elkaar alles? Veel. Wel heel veel, ja. Sam is vooral een open boek. Ja, ik denk wel dat wij elkaar wel veel vertellen. Zat u nou scherp eigenlijk? Leuk veel. Hebben jullie tatoeages laten zien? Ja, ik kan ze nu niet laten zien. Moet ik wel mijn broek aantrekken. Heb je er een foto van? Ja, moet ik wel. Ja, ik heb... Even kijken. Ik heb deze. Dat is het logo van een waterman, want ik ben een waterman. Ik heb hier... Ik weet niet of je het kan zien. Kom ik het laten zien? Hier zit een hartje. Wat heb ik nog meer? Oh ja, ik heb nog... Op mijn andere arm heb ik nog hier liefde staan. Nou, je ziet niet. En op mijn voet nog eentje, maar dat zie je. Ja, nou, dat kan je wel laten zien. Je ziet het wel. Sam heeft zijn eigen geboortedatum. Ik weet niet of ik het kan zien. Op zijn voet, ja, je ziet het. Op mijn voet? Op je bovenbeen. Waarom ook je eigen geboortedatum? Waarom niet de mijne? Waarom de fuck zou ik jouw geboortedatum op mijn been? Waarom je eigen geboortedatum? Gewoon, als ik dat mooi vind. Okay. Hebben jullie elkaar wel eens betrapt tijdens de seks? Nee, niet betrapt, wel gehoord. Ja, ik jou ook. Maar volgens mij niet betrapt. Nou, jij hebt me wel een keer betrapt trouwens. Boven bij mama. Wat dan? Nou, toen kwam jij, zonder te kloppen, kwam jij binnen. En toen lag ik zo. Nou, niet dat ik bezig was, maar... Zij was bezig. Het was net klaar. Oh. Nou, ik weet het niet eens. Want toen zei jij, toen kwam je binnen, volgens mij verkeerde timing of zo. Ik weet het niet eens meer. Volgens mij met kerst of zo. Ja, dat kan wel. Aangezien jij altijd zo lyrisch bent over mijn vriendinnen. Zo. Wie van mijn vriendinnen zou je als eerste doen? Ja, Rosa. Ja. Ja. Oké. Okay. En met welke van mijn vriendinnen zou je als eerste een relatie aangaan? Dus anders dan iemand. Ja, dat. Zo ver kom ik ook al. Ik weet niet, ik vind Dagmar wel echt een legend. Ja, Dagmar is echt. Ik denk met Kirsten.
Ja? Ja. Ja. Ik denk dat jij een keer wel bij elkaar zouden passen. Ja, dit is maar heel goor dan die ander. Ja, ik zeg toch, dit is vies. Nee, maar deze was echt heel lekker. Maar proef deze. Deze is ook dan sowieso die vieze. Alsof die ook de datum is. Heel zuur. Wacht. Nou, ik zei toch. Die ga ik niet meer eten. Die is echt heel goor. Maar die andere, die is wel lekker. Heb je die andere nog? Ja. Ga je die nog eten? Maar dan wil ik wel cola. Die. Ja, prima hoor. Doe je ding. Die zit ook echt goor. Oké, ik heb een leuke vraag en die mag jij gaan beantwoorden. Oké. Zijn jullie ooit samen dronken geweest en vertel het grappigste verhaal? Ik was gewoon nuchter daardoor. Maar wanneer was dat? Dat is wel lang geleden, toch? Was, ja, bijna 2 jaar geleden, denk ik. Toen, ook vies, hè? Sauce. Ik heb wel straks voor die bucket heb ik nog een soort chili dip. Nee, die ligt hier. Maar 2 jaar geleden, wij huren met die meiden, huren in februari altijd een huisje. Daar gaan we dan een weekendje heen en dan geven we feestjes en nodigen we ook mensen uit. Ja, vorig jaar was het een avondklok, dus het was niet helemaal legit, maar we deden het toch. En ja, ik vond het wel leuk als Sam ook zou komen, want ja. Hij kende ook Biba en een ander meisje die toen mee waren, die kende die ook, want daar had hij mee in de klas gezeten. Ja, en we gaan de rest verder. En toen, binnen een half uur had ik 4 glazen op of zo, ja. Toen ik binnenkwam. Een glaas, niet normale glazen. Nee, van die Red Cups. Nou, toch? Op een gegeven moment geef jij je Red Cup aan mij met alleen Bacardi of vodka, weet ik veel wat erin zat. En je zei, kan jij daar een beetje cola bij doen? Dus ik dacht, ja, is goed. Dus ik kijk in dat glas, er zat gewoon echt zo'n laag, ik maak geen grapje, zo'n laag pure drank in. En dan komt er echt nog maar zo'n klein beetje cola of Fanta bij. En blijkbaar had ik het naar mijn zin. Nou, jij was echt vreselijk. Ja, dat vond jij, de rest niet. Iedereen vond jou fucking irritant. Nou, niet iedereen. Nee. Maar al die meiden snapten mij echt. En je was toen 16. Dus dat was ook mijn verantwoordelijkheid. Papa en mama wisten waar ze niet eens dat ze zoveel zou gaan zitten zuipen. Nee, ik ook niet. Het was avondklok, dus je kon ook niet weg. Het was in Zeeland. Hij was echt jongen. Oh, dan had ik tegen hem gezegd. Oké, Sam, even een uurtje even water drinken en dan mag je daarna weer verder, weet je. Want dan ga je niet blijven pieken. Zei jij, ja, is goed. Nou, dus ik dacht, oké, chill, hij luistert. Dus ik draai me om en hij gaat naast iemand zitten en dat meisje draait zich zo weg en hij pakt gewoon dat glas. Je weet toch ook niet wat die mensen allemaal aan hun drinken hebben zitten? Mag ik eens? En misschien ging het daarom dus zo fout die avond. Ja, hoi hoi. Wat? Je hebt gewoon veel te veel gezopen. Nee joh, mag ik ook nog eens kiezen? Oh, sorry. Hier, dit zijn de nieuwe. Nieuwe? Die net eruit, die net zijn gekomen, zeg maar. Wat is iets waar je trots op bent bij de ander? Blijf er heel lang stil. Hallo, jij moet die ook beantwoorden. Gewoon, dat je... Nou, ik vind het wel knap met voetballen en zo. En hoe je dat combineert met school, werken, vrienden, voetbal. Ik ben net gaan volgen. Meisjes zijn zo happerig. Niet normaal. Nee, ik vind gewoon dat je met je eigen kleding en zo en YouTube gewoon veel mee bezig bent. En dat je dat gewoon goed doet. Thanks, mate. Alsjeblieft, man. Wat, oh, dit is van jou. Of hè? Heeft hij nog een vriendin of is het uit? Ik ben single. Heel sad. Hoezo? Shen, come back. Nee, ik ben single. Ja. Ben ik mingle. Het niet mee eens? Oh, er was ook iets van een vraag van... Konden jullie het altijd goed vinden met de ex van jullie ding? Wat zit je nou te doen? Hoe zit je nou te reageren op iemand? Ik zit gewoon die dingen te bekijken. Nee, maar ik moest lachen om die vraag. Oh, ik dacht, je zit te klikken. Ik dacht, je zit weer iemand een berichtje te sturen of zo. Nee. Oké. Okay. Maar nou... Maar ik wel met die van jou. Ja, ik ook in jouw relatie met die van jou. Daarna alleen niet. Alleen bij... Woe! Alleen met eentje daarna gewoon niet. Maar dat was gewoon omdat zij echt niet leukte tegen jou. Ja. Dus daar heb ik toen wat van gezegd. Ja. Ze hadden wel bij de KFC allemaal hele rare drankjes. Cola. Pepsi, Sinas. Oh, ja. En Fernandes en zo. Wat zijn dat dan voor drankjes? Maar oké. Never mind. Doen jullie veel leuke dingen samen? Nee. Maar...
Ja, maar ik denk dat we het allebei heel druk hebben zelf. En ook druk hebben met onze eigen vrienden onderhouden en zien. Ja, eens. Toch? Ja. Wat hoop je te bereiken in 2023? Zo, dat vind ik lastig. Nou, ik hoop een profcontact te tekenen. Met voetbal. Nou, nog uit waar? Zie ik dan wel. Kijk maar waar het schip schoot. Dus. Nee, ik ben op zich wel... Vanaf december ga ik werken. Zo? Echt? Ja. Waar? Ga ik nog niet zeggen. Oh. Totdat ik getekend heb. Oké. Okay. Maar je gaat werken. Oh, ik weet al, volgens mij. Je hebt het al een keer gezegd. Dus ik hoop dat dat een beetje leuk is. Maar ik heb niet echt... Ik woon op mezelf en ik ga op vakantie. Wanneer je wilt. Nou, dat niet per se. Maar het is niet dat ik zeg... Oh, ik wil echt meer op vakantie. Ik vind het zo... Maar ik wel. Als nu is, zeg maar, steeds vind ik het wel leuk en goed. Ik heb het heel koud, dus... Ja, ik wil ook... Nu ook wel op vakantie. Wat is hier nou te doen? Ik zat even mensen die mij gingen volgen even te bekijken. Oké. Een judge die je zoveel keer bij elkaar hebt gebruikt. Dus bijvoorbeeld aan tafel elkaar... voor het bloek gooien bij papa en mama. Ik snap wat een judge betekent. Nou, niet achterlijk. Sorry. Ik dacht echt dat ik weet. Ik denk bij jou iets over Toto of zo. Zo, ja. Ik heb dit dus nog nooit gegeten. Heb je dit nog nooit op? Nee. Is lekker, man. Bukt. Als je niet meer hoeft, eet ik het op. Maar we deden dit toch? Ja, maar als je dit niet meer hoeft. Oké, okay. Mag ik die saus van jou? Wat heb je bij mij gegooid? Ik denk... Chili saus. Sticky sweet. Hoe oud waren jullie toen jullie ouders gingen scheiden? Hoe lang was dat? 3 jaar geleden of 4? Nou, het was in december van 2018. Dus ik werd bijna 19. Ja, dus ik was... Dus dan was jij net 15. 14. 15 toch? Oh, nee, 14. Ja. Ja, jij was dan net 14 geworden. Zo, dit is best een lekker sausje. Lekker dat saus. Mag ik ook even bij die oude kijken? Wat daar een leuke vraag dus. Ja, pak maar. Je was altijd... Wil je dus proeven deze saus? Nee, helemaal niet. Hop. Ik vind het heel gek eruit, alsof je echt een kip aan het eten bent. Het is ook kip. Ja, maar echt een levende kip. Wat? Hebben jullie elkaar wel eens naast gezien? Ja, vroeger lusten we altijd samen. Ja. We gingen altijd zitten op de grond. Dat doe ik nog steeds hoor, zitten op de grond. Ja, nu doe ik dat niet meer, maar... Ik vind dat zo lekker. Toen ik bij papa woonde, deed ik dat nog wel. Lekker met mijn rug tegen de muur, stralen over mijn hoofd zo. Ja, lekker. Dat doe ik wel als ik heel brak ben. Als ik echt bijna over mijn gier ga. Niet alleen dan. Hoe oud is Sam? Ik ben 18. Wie is, slash was, het stoutst? Jij, 100%. Nee. Jawel. Jij? Ja, oké. Maar, zeg maar, als we kijken naar toen ik bijvoorbeeld 17 was en toen jij 17 was. Oeh. Jij bent echt veel heftiger. Ja. Ik durfde dat allemaal niet. Hoezo? Alsof ik hele rare dingen heb gedaan. Jij pakte gewoon stiekem de scooter van papa en mama, zodat je geen rijbewijs had en ging ermee naar school. Ja, oké. Okay. Dat vind ik best heftig. Ik zou dat bijvoorbeeld echt niet durven. Ik denk ook dat jij wel iets meer bent van de grenzen opzoeken met papa en mama. Nou, mag dat af en toe. Druk op te doen hebben. Ja, ze hebben niet voor niks kinderen gemaakt. Precies. Wat is jullie leukste moment samen? Nou, niet deze één hele lange baardhaar die hier uitsteekt. Als leukste moment samen, ik denk gewoon vakantie. Welke vakantie vond jij het leukste? Ik vond Marina die Venetië altijd dat wel heel leuk. Al. En dan ook leuk als we bijvoorbeeld dan daar 2 weken zaten. En dan nog een weekje naar Jeslo gingen. Ja. We gingen eigenlijk ieder jaar op vakantie naar Italië. En onze opa en oma en oom en tante zaten dan op een andere camping. En dan gingen wij eerst als gezin zeg maar naar 1 camping. En Marina die Venetië was echt een heel leuk camping. Groot ook. Het is ja, het was niet echt meer een camping. Het was... Tegenwoordig zijn dat soort dingen allemaal meer een soort glampings. Ja. Het is niet als een camping in Frankrijk, dat mensen verwachten. En dan, daarna gingen we nog een weekje naar Venetië toe. Dat was ook wel heel leuk. Wat vinden jullie een leukste outfit van elkaar en wat totaal niet? Nou, ik vind het gewoon leuk als jij zo'n cargo broek aan hebt en dan een shirt en dan zo'n trui eroverheen. En Jordans eronder. Daar had ik wel het laatste tijd gaan dragen. Ja. En wat ik echt niet leuk vond, was jouw tijd dat je Black Bananas pakken droeg. De bal. Ja, waar was ik? 13. Nee. Jawel. Nee, want die kreeg je nog voor de cash toen je ook al met Chen ging. Nee, en toen zaten Chen en ik nog te praten over dat we zo lelijk vonden. Jawel. Dat was niet. Nee, dat was echt niet van dat. Nou, volgens mij wel hoor. Nee, ik zweer het echt op alles. Wat dan? Weet ik niet, maar ik ga even kijken. En toen zeiden Chen en ik nog dat we dat zo lelijk vonden. Mm-mm. Wat vind je van mij het lelijkste of het leukste?
Nou, ik vind die cowboylaarzen altijd wel leuk. Echt? Ja. Oh, didn't expect that. Als een meid dat draagt, vind ik dat wel, ja, vind ik wel aantrekkelijk. Je zus niet aantrekkelijk. Nee, maar dat vind ik toch nog steeds die schoenen mooi, mogol. Oké. Nieuwe Tinder match. En wat vind je het lelijkst? Het lelijkst. Ik vind die, hoe heet dat? Die flarebroeken, maar dan niet allemaal. Maar sommige flarebroeken vind ik zo lelijk. Ja, van die hele weide. Ja, en gewoon... Ja, dat snap ik wel. En... Ik snap wel dat... Oh my god. Oh my god. Hebben we een doekje? Nee, zeker. Oké, het is weg. Sorry, mam. Oké. En wat het lelijkst? Oh, dat heb je niet gezegd in boeken, sorry. Wat zijn jullie gemeenschappelijke punten? Is dat hetzelfde? veel kunnen eten. Zo. Ik vind ons dus best wel verschillend. We zijn niet echt geduldig. We hebben geen geduld, bedoel je? Ja, dus we zijn niet geduldig. We zijn ongeduldig. Ja, dat je. Ja. Ja, en we lachen echt allebei op onze eigen grappen, heel hard. Ja, dat wel. We hebben wel een beetje dezelfde humor. Ja. Ja. Nou. Wat wel. Terecht. Vind jij ons op elkaar lijken? Qua uiterlijk? Maar. Iedereen zegt altijd tegen mij. Hoe kan jouw zus zo knap zijn en jij zo lelijk? Ah, zo lief. Nou, dat zeggen, dat zeggen dus alleen de jongens. Ja. En dan zeg ik, nou, dat zie jij, dit is echt niet goed. De knapste familie is toch wel de jongeren. Ja. Wat, ja. Wat, Jij lijkt wel meer op papa. Qua uiterlijk, denk ik. Ja. En ik? En nu zonder ook. Kan dan... Het is heel ongemakkelijk. Maar het is beslagen, dus ze zien ons niet. Jawel, wel, zien ons ook. We staan op de parkeerplaats bij mijn moeder er. Appartement, gebouw. Maar er zijn hier gewoon buren die ook in de auto stappen. Ja, tuurlijk. Maar we staan ook echt helemaal aan het open. Ja, maar dit is toch goed, we hebben goed licht. Ja, prima. Maar op wie vind je mij meer lijken? Ik weet het dus niet, want... Nou, met die oude neus op papa. Want als ik het aan mensen vraag, echt, het is heel verschillend. De ene helft zegt, je lijkt op je moeder. En de andere helft zegt, je lijkt op je vader. Mama, denk ik. Ja, ik denk ook wel meer mama. Ik heb mama haar voorhoofd. Maar ik heb wel papa zijn voorhoofd. Ja, en zijn neus. Niet meer. Nee. He's gone. Is Sam vaak in beurs te vinden? Ja, toen wel. Toen ik 17 was. Nu gelukkig niet meer. Wat is een gewoonte die jullie vanuit thuis hebben geleerd? Melk bij het avondeten, zo. Glas melk. Eerst je groente eten, dan je vlees. Ja. Broccoli-dag. Vraag of je een snoepje mag. Ja. Woensdag spaghetti, maandag broccoli. Dinsdag spinazie. Vrijdag pannenkoeken of Turkse pizza. Zaterdag patat. Dat. Wel, dat is echt een soort heel eetschema. Na schema. Ja. Dat kwam ook omdat jij moest dansen en ik voetbal. Ja. Ik hoef er nog maar eentje. Oh, jammer. Nu ik wel met die saus erop. Ja. Is jullie band nu anders dan vroeger? Ja. Ja, denk ik wel. Mm. Nu zouden we ook wel met z'n twee op stap kunnen. Ja, en ik denk dat we nu ook meer voor elkaar over hebben dan dat we vroeger zouden hebben. Ja. Vroeger, als we bijvoorbeeld een kipburger moesten delen, dan gunnen we elkaar niet eens het grootste stukje. En terecht. Nog steeds niet dat, maar... Nou, dat zou ik je wel gunnen. Oké, dank je. Maar, ja. Maar ik denk dat iedereen dat is als hij ouder wordt. Ja. Wie klaagt er van jullie het meest? Jij. Nee, sowieso niet. Ik ben echt niet meer zo'n moeilijk persoon de laatste tijd. Ik ben echt veranderd. Ach, houd je mond hoor. Ja. Nieuw noos, nieuw you. Huh? Single life, new me. Nou echt, ik ben echt niet meer zo'n zekerd. Dan ben ik ook een nieuw leven ingeblazen. Wat is iets dat jullie is bijgebleven van vroeger toen jullie klein waren? Die vraag stel je net. Nee. Wat nee? Een herinnering die ons is bijgebleven van vroeger. Dat als jij vroeger denkt dat je daar moet denken. Oh. Waarom heb jij een blauwe lip? Omdat ik het koud heb. Maar ik wel eens fillers erin heb gespoten. Ja. Dat is ook zo blauw. Oké, maar ga je die vraag nog beantwoorden en even je Snapchat wegleggen? Ja, ga ik doen. Nog één keer de vraag. Wat zeg jij nou niks? Maar wat was die vraag? Wat is jullie bijgebleven van vroeger toen we klein waren? Maar per se iets van ons samen of? Nou, ook niet per se. Ik weet sowieso nog die trein op vakantie. Oh ja, ik ook. We waren toen op vakantie in Italië en je hebt daar echt een winkelstraat. Ik denk dat die wel 10 kilometer lang is. Gewoon een winkelstraat met allemaal winkels. En in het midden heb je een soort van grote weg. En dan na achter mogen daar geen auto's meer rijden. Maar er rijdt wel altijd een soort treintje doorheen.
En daar kan je dan in, kan je door de winkelstraat. Maar niet dat we daarin gingen. En toen liepen we dus door de winkelstraat met mijn ouders en vrienden van mijn ouders. En die kinderen. Was met Janie en zo, toch? Ja, volgens mij wel. En Sam die ziet die trein en die trekt een sprint achter die trein aan. En mijn moeder, Sam, hier komen. En rennen. En Sam bleef er achter die trein aan rennen. Maar mijn moeder dacht echt, die is straks weg. Hoe oud was je toen? 8 of zo? Mm. En je was ook een keertje kwijt in de winkelstraat. Weet je dat nog? Mm, toen was ik voetbal aan het kijken. Ja. Toen, kijk, hij was echt een klein... Ik wil een foto in beeld toen we klein waren. Hij was echt zo'n klein jongetje. Met blonde krullen. En dan in de zomer werd hij heel bruin. En al die Italiaanse mensen die vonden dat helemaal geweldig. Dus mijn moeder... Sam was opeens weg in die winkels. Ja, zo zag Sam eruit. Hallo? Dit was Sam. Ja, al die verschil, dat haarkleur. Ja, je moet verven. Mm-hmm. Maar in ieder geval... Al die Italianen vonden dat helemaal geweldig, zo'n blond jongetje met krullen. Dus we waren weer in diezelfde winkelstraat, maar dit was echt, toen was je denk ik echt 5 of 6 of zo. En toen waren we aan het lopen en toen was hij dus opeens weer weg. Overal zoeken en mijn moeder helemaal in paniek, want die dacht, ja, die hebben hem gewoon gestolen. Want er kwamen zo vaak mensen naar hem toe van dat hij zo schattig was, bla bla bla. Mijn moeder dacht, nou, hij is gewoon meegegaan, maar hij is gewoon gestolen. Dat maar dan brengen ze hem zo weer terug hoor. Ja, dat ook. En toen zat hij dus in een soort restaurantje of cafeetje, stond daar voetbal aan. Was hij dus gewoon naar binnen gelopen en was hij voetbal gaan kijken. But we found him, helaas. Ik weet ook nog wel, of nou dat weet ik niet meer, maar dat vertelde papa en mama toen een keer. Dat toen jij was geboren, dat na 2 weken dat ik toen vroeg van, wanneer gaat hij weer weg? Zegt ook wel genoeg, hoeveel je zin je iemand dat ik erbij kwam. Ja, niet. Maar. Maar nee, grappig. Weet je nog hoe je reageert toen je uitvertelde dat Sam opkomst was? Nou, dat hij dat weer terug mocht. Wat is de ergste ruzie die jullie ooit hebben gehad? Nou, ik denk misschien... Nou, het was niet echt ruzie, maar ik denk na dat dronken verhaal in Zeeland. Ja. Toen kon ik je echt vermoorden gewoon. Dank jou ook wel, dat je mij wegstuurt. Ja, hè? Je had heel mijn feestje verpest. Nee. En jij beloofde ook mocht blijven slapen. Ja, dat mocht ook. Je hebt toch geslapen? Mm-mm. Na de avondklok werd je opgewieberd om 6 uur 's ochtends. Ik had niet blijven slapen. Jawel, jij hebt geslapen daar in de kamer. Toen heb je nog... Ja, niet uit vrije wil. Vond je nog zo'n... Ja, maar niet uit vrije wil. Je had me gedwongen om in de kamer te blijven. Ja, omdat je... Nou, oké, we gaan hier niet weer een discussie over geven. Waar willen jullie nog een keer heen samen op vakantie? Nou, ik wilde... Dat dus niet samen, maar... Oh, ja, we doen het even samen. Oké, we doen het samen. Sam die werd dus in september 18. En toen wilde ik hem dus eigenlijk een weekendje meenemen voor z'n 40 naar Ibiza. Super lief van mij. Want dan was hij 18, konden we lekker samen uit daar. Nee, meneer had voetbal. Voetbal gaat boven alles. Maar ik zou nog wel een keertje samen naar Ibiza willen. En dan naar al die feesten daar. We zijn gewoon ook... Gewoon in de auto. Nee, dat is die VB. Nee. Maar okay, dat lijkt me ook wel leuk. Ja, toch? En welke vraag had jij? Hoe zou je de perfecte vakantie beschrijven? En waar zou je nog naartoe willen? Mag ik beginnen? Ja hoor. Oké, ik zou... Met al mijn vriendinnen... Ja. En dan ook allemaal, zeg maar, hun vriendjes. En dan nog echt met, dan ben je denk ik echt met een groep van 40 of zo. Oké, ja. Zou ik echt... zoveel vriendinnen? Nee, maar ik bedoel, zeg maar, we zijn met die meiden met z'n 8. Als iedereen dan een vriend meeneemt, hun vriend, ben je met 16. Ja, ja oké, 40 is al veel. En dan neemt laat zeggen 20. Nee, maar ik bedoel, dan nemen die gasten bijvoorbeeld ook nog een vriend mee. En wij ook nog een andere vriendin. Snap je zo? Zo, oké, laten we even zeggen met z'n 30 dan. Ben je op vakantie op de beach en heb je met z'n allen echt een dik huis gehuurd. En dan ga je gewoon lekker, s'ochtends ga je lekker met z'n allen ontbijten. En dan ga je lekker naar het strand. En dan s'avonds voor een barbecue of uit eten. En dan daar lekker uit. En avondje zuipen, spelletjes spelen. Dat. Oh ja? Voetballen, joh, de vakantie. Nou, ik heb twee, ik heb twee perfecte vakanties, denk ik. Eentje is gewoon met vrienden. Ja. Gewoon met vijven, dat we gewoon... 5 is eigenlijk wel een kut aantal. Nee, is echt top. Ja? Ja. Maar jullie zijn wel met oneven. Wij zijn met 8. Ja. Maar 8 is wel veel. Ja, is wel veel. We hebben nooit... Nou, dat niet. Maar het is wel altijd moeilijk om een datum te vinden dat iedereen kan. Met 5 is dat wel makkelijk. Maar oké, ga verder met je vakantie. Oké. Gewoon met 5 ergens naartoe. Gewoon een villa huren. Ja. En dan gewoon... Ja, een beetje hebben. Oké. En de andere vakantie is echt gewoon in mijn eentje, gewoon... Ja, ik vind het echt fantastisch. Ja, echt in je ja, ik vind dat zo lekker, gewoon in mijn eentje. Ik zou me zo vervelen, denk ik. Nee, heerlijk. In mijn eentje, lekker een week, lekker weg. Een week. Ja, ik wilde dus in de kerstvakantie een weekje alleen op vakantie. Waarheen?
Een prijs. Jij bent echt gek. Je weet niet eens wat voor en achter is. Helemaal wel. Je weet niet eens hoe je die mini-pizzetjes in de oven moet doen zonder dat het smelt. Ik kan daar toch gewoon uit eten gaan? Ja, oké, maar ik bedoel die metro's en zo. Ja, ik ben toch geen Mogol? Ik denk echt dat je er gaat verdwalen. Nee, ik denk het echt niet. Oké, maar... Ik, na één keer ergens geweest te zijn, dan weet ik al... Ja, oké, dat is waar, maar... Ik zie het niet gebeuren. Nou, okay. Nog eentje en dan gaan we ook naar binnen. Weet je wat ik ook had? Want ik heb het koud. Dat ik... Ja. Hoe heet dat? Ik zat te denken, ik zat te kijken. Zal ik gewoon nu de trein naar Zwitserland pakken en dan daar gewoon even een paar dagen gewoon even blijven ofzo? Of dat ik in de ochtend gewoon de trein pak en daar gewoon de hele dag ben en dan in de avond gewoon terugkom. Dat is toch fantastisch om te doen? Ja, het is toch ook super zonde geld? Hoezo? Je bent er dan letterlijk hoeveel? 6 uurtjes? Nee, als je gewoon 's ochtends vroeg weggaat. En dan zeg je, je komt daar rond een uurtje of 10 kom je daar aan. En je gaat rond een uurtje of 8 of 9 uur s'avonds weer weg. Dat is toch top? Deze hebben we denk ik allebei hetzelfde. De meest rare eetcombinaties die jullie hebben. Weet je wat ik bedoel? Nou, het is niet echt raar, maar... Boter, hagelslag, boter. Oh, ja. Op vakantie dan hadden we altijd zo'n Italiaans broodje. En deed mijn vader altijd eerst echt een dikke laag boter erop. Dan een klein beetje hagelslag en dan weer een dikke laag boter eroverheen. Gewoon een soort... Ja, het was echt super veel boter en een heel klein beetje hagelslag. Maar wij vonden dat zo lekker. Vinden dat zo lekker. Wat bedoel je? Ik denk niet standje, maar standje. Ja, dat denk ik ook. Okay, favoriet standje. Favoriet standje. Opa en oma kijk dit denk ik ook, hè? Nou en. Hoi opa, hoi oma. Ben jij eerst? Ja, basic denk ik, missionaris. Jij boven. Ja. Ik vind denk ik... En dan benen wel mijn nek. En mijn nek. Nee, ik denk ik boven. Misschien een keer, maar... dan moet je wel een beetje meebewegen, want ik wil niet alles zelf doen. Ligt uit als een door je zee zeggen. Ja, go maar. Ja? Was dit de afsluitende vraag? Ja. We hebben best wel lang gefilmd, bijna 40 minuten. Is dat lang? Ja, dat is heel lang. Nou, dat is heel lang. Oké. Okay. Maar voelde niet zo lang. Nee, hè? Omdat we ook gegeten hebben tussendoor. Ja, het was zo gezellig gewoon. Ah, zo lief. Dit was de video, dus je telefoon weg. Ja, wacht, ik moet even reageren. Ja. Dit was de video. Video. Doe een duimpje omhoog als jullie nog een deel willen. Maar dan wel, zullen we dan een beetje een juicy Q&A doen met hele heftige vragen? Ja, dat vind ik leuk, want deze vragen... Of eentje met papa en mama erbij, met z'n vieren. Ja, papa weet toch alles al. Ja, mama niet. Nee, maar ik zei net wat tegen mama van gisteren. Nee, dat wil ik niet horen, Ja, oké. Okay. Ja, of gewoon vier met opa en oma of zo, dat is grappig. Ja, dat is wel leuk. Zou ze dat doen, denk je? Nee. Nou, misschien oma en Mimi wel, maar opa Charles misschien niet. Nee, opa niet. Oké, okay, nou, misschien. In ieder geval bedankt voor het kijken. Maar dan de tweede keer wil ik wel een Mac. Ja, ik ook. Want ik vind dit toch niet zo lekker. Nou, ik vond het wel lekker, maar... Ik vind die kip wel lekker, maar die patat die vond ik niet zo lekker. Ik en die saus ook niet. Big Tasty. Ja, waar kan je die Whopper burger kopen? Whopper? Ja? Bij de Burger King. Oh, want ik zat echt op te kijken. Bij jij dacht bij de KFC dat je naar een Whopper kon halen. Ja. Nou, dat was het einde van de video. Bye! Doei.